Door de jaren heen zijn er in Nederland aardig wat supercars in de prak gereden. In deze video vind je een compilatie van de duurste crashes ooit in Nederland. De totale waarde van alle auto's uit de video is zo'n 7 miljoen euro. De oorzaken van de crashes, die zijn verschillend. Sommige mensen reden roekeloos en anderen hadden geen ervaring. En je kan natuurlijk ook gewoon nog pech hebben. Veel plezier met kijken. En als je nog ideeën hebt voor onze volgende video, dan kun je die achterlaten in de comments. We lezen alles en leuke ideeën schrijven we op om later een video over te maken. We beginnen met nummer 10, Porsche 911 Carrera. Zo'n anderhalf jaar geleden kocht Jurian Visser deze Porsche. De auto had een motorinhoud van 3,6 liter. 326 pk en een nieuwwaarde van om en nabij de 130.000 euro. Bij het ophalen van de auto bij de garage ging het al mis. Jurian liet zijn vriendin rijden. Maar haar eerste rit werd direct de laatste. Ze ging namelijk te hard door de bocht en verloor daardoor de macht over het stuur. De auto vouwde zich om een boom heen en was totaal los. De inzittenden waren gelukkig oké. Op wat blauwe plekken na hielden ze er niets aan over. Of Jurian nog steeds een relatie met haar heeft, dat konden we niet vinden. Nummer 9. Ferrari 458 Italia. Eigenaren van supercars zijn vaak beroemdheden, ondernemers of invloedrijke mensen. De eigenaar van de 458 Italia valt in de eerste categorie. Ik heb het hier over Afrojack, een Nederlandse artiest die wereldwijd beroemd is. Hij heeft zowel een passie voor muziek als voor auto's. In het geval van Afrojack is zijn auto-hobby alleen wel een heel dure. Op 27 februari 2013 reed hij namelijk voor het eerst in deze Ferrari 458. Het wegdek was nat en dit zorgde ervoor dat hij de achterwiel aangedreven auto in de prak reed. Dit grapje kostte hem 256.000 euro. Afrojack kon erom lachen. Hij plaatste een berichtje op social media van het ongeluk met als caption: "Tja, als je quattro gewend bent." Nummer 8. Lamborghini Huracan. Je zou zeggen dat je extra voorzichtig bent als je een supercar van 265k rijdt. Zeker wanneer je hem van een vriend geleend hebt. Dave Roelvink werd een jaar geleden een beetje overmoedig toen hij achter het stuur kroop van een Lamborghini Huracan. Hij had de auto geleend van zijn maatje Mobicep. Bij het wegrijden van een stoplicht gaf Roelvink plank gas. De auto raakte hierdoor in een spin en crashte. Gezien het feit dat de airbags ontploft zijn, zal de crash aardig hard geweest zijn. Vervolgens moest Dave Roelvink het slechte nieuws aan Mobicep vertellen. Gelukkig reageerde Mo aardig coulant. Het is overigens niet de eerste keer dat Roelvink betrokken is bij een verkeersincident. Zo is hij al twee keer aangehouden voor rijden onder invloed. Bij een van die incidenten reed hij 180 km per uur en verzette hij zich hevig bij de aanhouding. Nummer 7. Huracan Spider. En ja hoor, nog een Lambo. Wij Nederlanders zijn niet echt voorzichtig, zou je denken. Want ook deze keer werd de auto in de prak gereden door iemand die niet de eigenaar was van de auto. De gecrashte Huracan werd verhuurd door Buena Vida Supercars. De auto had een V10 met 610 pk en een topsnelheid van 324 km per uur. Binnen 3,4 seconden ging je van 0 naar 100. De crash gebeurde op de N3, nabij Dordrecht. De bestuurder reed met zeer hoge snelheid en crashte in de vangrail. Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Maar ja, dat heeft natuurlijk weinig zin als het verhuurbedrijf al je gegevens heeft. En dus melden ze zich uiteindelijk bij de huurder. Nummer 6. Bugatti EB110. Emiel Ratelband is een ondernemer die mensen entertaint en motiveert. Hij was behoorlijk bekend en verdiende daarmee een goede boterham. Van dat geld kocht hij onder andere een Bugatti EB110. Nu hoor je bijna niks meer van Emiel, hij is namelijk geëmigreerd naar Thailand. De auto crashte in januari 2006. Ratelband had zijn auto afgeleverd bij de garage. Omdat er iets gecheckt moest worden, werd de auto naar een andere garage gebracht. Ratelband vroeg of ze de auto met een aanhanger konden vervoeren. De garagehouder zei dat dit niet nodig was en verzekerde hem de auto veilig naar de andere locatie te rijden. Maar ja, je voelt hem al aankomen, dat ging mis. De garagehouder crashte de auto. Emiel was uiteraard woedend. De enige keer dat iemand anders in zijn auto reed, ging het namelijk gelijk mis. Het ergste aan het verhaal moet nog komen. De auto kostte destijds ruim 3 ton, maar door de jaren heen is de waarde gestegen tot wel 2 miljoen.
Effectief heeft Emil dus zo'n 1,5 miljoen euro verloren. Nummer 5. Porsche Carrera GT. Op 25 januari 2011 crashte deze Porsche op de A20. De wagen was in het bezit van Michel Peridon. Dit is een Nederlandse ondernemer die je kunt kennen van Dragon's Den. De auto had een nieuwwaarde van 300.000 euro. Maar net zoals de Bugatti is de waarde van deze auto door de jaren heen gestegen. Nu zou de Carrera GT een waarde van 7 ton hebben gehad. Op het moment van de crash zat de zoon van Michel achter het stuur. De politie was niet verbaasd dat hij gecrashed was. Een aantal jaar geleden werd zijn rijbewijs namelijk ingenomen, omdat hij 160 reed op een 80-weg. Nummer 4. Ferrari 488 Pista. Een jaar geleden sneuvelde deze Italiaanse wagen op de N44 bij Wassenaar. De crash trok veel aandacht van de media. Alles stond op beeld en er was discussie over wat de oorzaak van de crash was. Sommigen dachten een gebrek aan rijervaring en te veel gas. Anderen dachten aan een probleem met de wielophanging. Wat de oorzaak ook was, de schade was behoorlijk groot. De auto had een nieuwwaarde van 350.000 euro en stond pas 1 dag geregistreerd. Nummer 3. Ferrari 812 Superfast. 800 pk op de achterwielen is niet voor iedereen weggelegd. Je moet het gas goed doseren en met name in een natte bocht ga je al snel glijden. Eind oktober vorig jaar ging het mis op de A1. Een 812 Superfast ter waarde van 393.000 euro raakte in een spin en behoorde zich vervolgens in de vangrail. Toen de politie naar de plek van het incident ging, troffen ze geen bestuurders meer aan. Zij waren namelijk gevlucht. Later werden de eigenaren uiteraard opgespoord. Maar er bleven een hoop vragen onbeantwoord. Wie reed er bijvoorbeeld? Had de bestuurder pech of reed hij te hard? Nummer 2. Lamborghini Aventador. De meest recente crash uit deze lijst is de Lamborghini Aventador van Rick van Stippend. De auto crashte op 27 maart en was total los. Dat is een dure grap, de auto was namelijk aangeschaft voor 500.000 euro. Rick vertelde in een interview dat de auto gecrashed is door een obstakel op de weg. Hij zou ergens overheen gereden zijn en daarna werd de auto onbestuurbaar. Verder zegt hij ook dat hij zich aan de snelheidsregels heeft gehouden. Dat laatste trekken we in twijfel. Er zijn namelijk dashcambeelden van die ochtend waarbij de Lambo met zeer hoge snelheid voorbij zoeft. En op de eerste plek Ferrari Enzo. Op 18 februari 2021 had iemand een heel slechte dag. Iemand crashte namelijk met een Ferrari Enzo. De waarde van deze auto ligt tussen de 2,2 en 3 miljoen euro in. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg bij Baarn. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. Wel kwamen we erachter dat de auto groene kentekens had tijdens de crash. Dit betekent waarschijnlijk dat iemand de auto crashte tijdens een proefrit. Ook zou het een garagemonteur kunnen zijn geweest die een testrit maakte. Ai, leg dat maar uit aan je baas. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!